Hallo allemaal. Het sneeuwt buiten. Het is rustig in de winkel. En een van mijn vaste klanten die wilde een idee voor een kaart voor haar neef. En heeft dus uitgezocht een knipvel, zal ik laten zien, van Happy Days. En zij wilde graag dus het bovenste gedeelte, dat is het boek en de speciale muts voor als je geslaagd bent. Vooral in Amerika dragen ze die veel, maar ik geloof dat haar neef advocaat is en vond ze dat wel een passend plaatje. Maar hoe ga je dat nou weer op een kaart verwerken? Dus ik ben de hele tijd aan het denken geweest. De nieuwe Creativity is uit en bij de Creativity zit altijd een cadeautje. In dit geval een stempelset. Ik zal het even laten zien. Met een aardbol. Wereldbol en nog wat kleinere dingen. En toen dacht ik in ene van, dat lijkt me wel leuk om die te gebruiken. Ik heb dus deze stempel van de Wereldbol gebruikt. En er zit ook nog een felicitatietekst op van congratulations. En die heb ik ook gebruikt. Ik zal het even laten zien. Ik zal dit even hierin even wegleggen. Je hebt wel voor dat stempel een groter blok nodig. Het is nogal een grote. En ik heb dus diverse acrylbloks, maar ik heb dus ook onder andere deze grote. Hier zit een soort klittenband op, want ik heb ook nog rubberstempels waar je de tegenkant op plakt, zodat het hier op het blok blijft zitten. Het zijn stempels die waren van de stempelmakers van vroeger. Er zitten hele leuke dingen bij. Maar dit blok was net mooi om die stempel dus te plaatsen. Die stempel die heb ik gezet op een achtergrondpapier van Marianne Design. En dat zal ik er even bij pakken. Dat is uit het blokje de Vintage Pastels. En daar zit dus twee velletjes in met stippeltjes. Een beetje beige bruine stippeltjes, witte stippeltjes met een beige bruine achtergrond en ja, een beetje bordeaux rode stippeltjes. En dat heb ik, daar heb ik dus op gestempeld. Ik heb later dit gesneden op 13,2 in het vierkant. Want het komt dus op een kaart van 13,5 en dat heeft dan een heel klein randje. Dit is de bedoeling. Ik heb het al een beetje voorgewerkt, dus ik ga maar gelijk beginnen. En dan kunnen jullie precies zien hoe het verder gaat. Dus de kaart is 13,5 dubbel gevouwen. Oplegvelletje is 13,2. Ik vind het wel mooi, want dan krijg je een mooi smal randje. Bordeauxrood overheerst altijd wel. Het is best wel een stevige kleur. Dus en de inkt die ik gebruikt heb, ben ik vergeten te vertellen, is de Stazon Saddle Brown. Dat is deze. De Saddle Brown. Ik vind Stazon sowieso een hele fijne inkt om te gebruiken, want hij loopt niet zo gauw uit als andere inkten. Ik heb ook niet zo veel ervaring met andere merken. Ik heb wat Vivid inkten, wat Colorbox en Distress en dan de Stazon. Verder heb ik dus alvast één plaatje voorgeknipt. Plaatje met het boek. Twee boeken, champagne of wijnglazen, witte wijn. En dan die muts, die speciale muts. Die komen op een mat van een rode mat 9 bij 7 centimeter. Die ga ik eerst opplakken. En die gaat hier beneden in de hoek. Dus een beetje over stempel heen. Dat heb ik bewust gedaan. Het is alleen maar bedoeld als een beetje een achtergrond. Je kunt natuurlijk, als je een beetje een leuke forse stempel hebt, ook een andere afbeelding gebruiken. Maar ja, deze is net nieuw en... Nou, ik vind het wel voor de man passen.
Dan komt daar ook weer een mat, zeg maar. Nou ja, mat. Die is 8,5 bij 6,5 centimeter. Ik schrijf het tegenwoordig aan de achterkant. Dat is makkelijker. Dan hoef ik niet steeds alles te onthouden. En die gaat dus hierop. Zo. Ik heb nou toevallig wel het randje meteen losgemaakt, want ik had het al voorgemeten. Pardon. Zo. Dit werkt altijd heel prettig. Als je het van tevoren allemaal voorbereidt. Zo. Het plaatje heb ik één keer geknipt, want de rest ga ik straks opbouwen als de kaart af is. Het is niet zo moeilijk, de kaart. En ik heb het zo gedaan dat, dat er niet al te veel van het gebroken wit, zeg maar, omheen zit. Of het is erg wit. Dit ga ik opplakken met foamtape. En dat ben ik vergeten mee te nemen. Dus even kijken in mijn voorraadje of ik hier nog iets heb. Wat niet te dik is. Ja. Eens even zien. Oh. Beetje dom. Oh, ik heb wat. Ja. Ik neem dus in dit geval de foamblokjes van een millimeter. Ik wil het niet zo erg hoog maken. Een millimeter dik. Die gaan dus hier aan de achterkant. Verder ga ik het plaatje ook opbouwen met foam van een millimeter en van een halve millimeter. Het hoeft allemaal niet zo erg dik te worden, want dan krijg je zo'n bult in je envelop. Nou, eens even zien. Zo. Even al die stukjes eraf. Ondertussen kunnen jullie misschien even de maten opschrijven. Ik zal dat ook nog in de beschrijving even verwerken. Zo, bijna klaar. Ja. Nou, daar gaat hij dan. Klein beetje netjes recht zo. Ietsjes eroverheen. Zo, dat zit ook. Het woord congratulations, dat heb ik zo klein mogelijk gesneden. En ik geloof dat... Ik heb het eerst dus gestempeld en toen uitgesneden. Ook weer met mijn ruitjeslineaal. En het lichte gedeelte waar de stempel op staat is 1,9. En het lange is 6,1. Ja, je kan het natuurlijk gewoon eerst stempelen en dan op het oog een beetje uitsnijden. En dat zit ook weer op een mat van 1,2 bij 6,4. Hier heb ik stukjes foamtape van een halve millimeter geplakt. En ik was van plan om dat dus hier bovenaan neer te zetten. Zo. Congratulations. Oh, wacht even. Hij zit een beetje scheef. Het komt door die stippeltjes. Zie je dat meteen? Ja, nou zit hij goed. Nou, dat is hem dus geworden. Eenvoudig. Voor iemand die jarig is, een man. Ik ga dit nog verder opbouwen. En dan, ja, zou ik zeggen. Ik hoop dat jullie weer een idee hebben opgedaan. Eventueel zijn er 3 pakketjes beschikbaar. Want ik heb niet zoveel van die achtergrondvelletjes meer. Ik heb dat wel gemaakt. Compleet. Met stempelafdruk. En alle andere materialen komen in het pakketje met de maten erbij. Die zijn dus te bestellen via mijn webwinkel www.castellacreatief. Pakketjes kosten €2,50 exclusief verzendkosten. Maar er zit dus alles in voor een kaart. Ik zou zeggen, veel plezier ermee en tot de volgende kaart.